Die Martin van den Berg, voor de eerste keer dit jaar naar de finaledag van de Eurotour. Dat moet toch een lekker gevoel zijn? Ik heb hetzelfde antwoord al gegeven aan iemand vandaag, nadat ik net gewonnen heb. Maar ja, een heel fijn gevoel. En vooral, ja, nog steeds, ik voel me kalm. En dat was voor mij het belangrijkste. Ik moet mezelf niet gek maken. Ik moet mezelf onder controle houden. Dat is gebeurd. En ja, ik heb ook gewoon de winst binnen kunnen slepen tegen een seeded player vandaag. Dat op zich is voor mij wel sterk. En ik ben trots. Zeker trots zijn. Je komt 4-0 voor. En dan wint hij eigenlijk een beetje in de ludiek. Komt hij 4-1. En dan neemt hij het eigenlijk een beetje over. En nog die 9 dart, wat het publiek ook niet door had. Nee, weinigen. Ja, ja. Weinigen. Maar, ik wel. Ja, jij wel. Ja, ik wel. En daarna pak jij het heel goed weer op terug. En maak je het nog af ook. Ja, ik heb ook daarnet verteld, toen het 4-3 stond. Dan had ik mijn eerste drie beurten dat ik geen triple gooide. Dan gooide ik 180, laat ik 148 staan. Krijg ik nog een kans en ik zei tegen mezelf van nou, die 180 was net echt relaxed, dat ging goed. Ik denk van ja, hop, meenemen. En ik ging staan en ik gooide mijn eerste pijl, ik ga 1-1 in. Hoe ver het hiervan zit, maakt me niks uit, maar het gevoel was wel van ah, weet je, even zo, ik voelde dat ik het wel kon. Ik laat mezelf mooi op top staan, maar ik kreeg geen kans niet meer. En toch is het zo dat die laatste twee beurten in die lek mij een boost gaven om in de vijfde... De negenste lek, 4-4. De negenste lek te kunnen zeggen tegen mezelf. We kunnen het. Die trippeltjes gaan weer. Kom op. Stel dat ik een hele lek geen enkel trippel gooi. Ja, dan ga je denken. Oh, het wordt even lastig. Maar dat gebeurde niet. Die laatste twee lek, die laatste twee worpen in de achtste lek hebben me wel geholpen. En ja, uiteindelijk, hier sta ik. Ik heb kunnen winnen. En ik ben heel blij met door te zijn dan zondag. Je bent door. Na de UK Open viel het een beetje stil. Op de Eurotour had je het lastig, waar je op het podium meestal uitblinkt. Je hebt nog een tapeje op je arm. Is dat nu aan de betere in de hand? Ja, ik ben iemand, je mag me hordes geven. Zoals in het lopen heb je hordes, moet je erover springen. En de keuze is, oftewel blokkeer je net voor de horde, oftewel spring je erover. En het is aan jou de keuze. Ik ben iemand van, je mag me challenges geven en ik ga er een weg zoeken om erover te komen. Maar gelukkig heb ik een goed team in de schaduwen. Niemand dat er echt veel van weet. Ik heb een goed team en die helpen mij. Ik moet maar een berichtje sturen, ik mag langskomen. En dan gaan ze weer hun specialiteiten toepassen om mij als profdarter te helpen. Dus ik ben hun zeer dankbaar. Ik had er ook mee te maken dat je nu terug in België bent, dat je die mensen dichterbij hebt. Ja, absoluut. De tijden dat we in Engeland woonden, dan had ik wel mensen dat ik kon contacteren. Maar die waren nooit niet echt mensen waar ik zelf ook van overtuigd was. Dat wat ze deden, was inderdaad wel een bepaalde positieve invloed. Maar niet wat te zeggen. Ik kan zeggen, alright, dit is geweldig, dank u. Nu ga ik me inderdaad een beetje meer relaxed voelen. Dat had ik niet. Ik bleef wel zitten met een beetje zorgen. En nu heb ik wel de mensen heel kort bij. Berichtje, een uurtje later ben ik daar. En die laten ook gewoon met hun behandelingen aan mijn lichaam merken dat het werkt wat ze doen. Dat is zeker fijn. Op het eind van de wedstrijd keert het publiek een klein beetje tegen je. Wat ga je dan doen dat je ze morgen wel weer aan jouw kant hebt? Ja, ik denk eerder dat ze een beetje meespeelden met de spanning. Ik durf echt waar niet te zeggen dat ze tegen mij waren. Ik heb heel veel support hier in Nederland. Ik ken ook ongelooflijk veel mensen uit Nederland. Dus ja, ik denk niet dat je hier een correcte vraag stelt. Misschien zit ik helemaal mis natuurlijk. Ja. Maar je kijkt, ja, het kan gebeuren. Je bent wel geliefd in Nederland, dat klopt wel. Daarom keek ik er zelf ook een beetje van op. Dus ik moet zeggen dat je wel naar morgen dan moet uitkijken. Nee joh, ik heb ook geen enkel idee tegen wie ik moet spelen. Ik ben wel van het gedacht, lekker terug mijn eigen ding. Rustig een beetje gaan eten dadelijk. En dan is het back to the board. Back to the board, succes morgen. Dankjewel.